Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en ik lig heel eventjes in mijn bed. Ik heb vandaag gesport, waar ik best wel trots op ben op mezelf. En ik ben een beetje aan het kijken wat voor outfits ik aandoe en meeneem naar Milaan. Want vannacht om 4 uur komen Fleur en haar moeder mij ophalen. En dan zet Fleur en haar moeder ons af op het vliegveld. En dan gaan we morgenochtend vroeg vliegen we naar Milaan toe voor Milaan Fashion Week. Echt heel erg leuk. Ik heb er echt mega veel zin in. Maar ik heb dus wel een outfit zeg maar voor donderdag naar de show toe. Want we zijn er woensdag en donderdag. Maar ik heb nog helemaal geen outfit of iets voor morgen daar overdag aan te trekken. En voor als we morgenavond uit eten willen. Dus dat moet ik nog even doen. En ik moet even verder sowieso mijn koffer inpakken. Dus dat is wat ik nu even ga uitzoeken en ga doen. En dan ja, dat eigenlijk. Ik heb dus sowieso voor mijn outfit dit cropped blazertje van de Bershka. En dan doe ik er zo'n bralet top onder van de Zara. Ik weet alleen niet waar die nu is. En dan doe ik deze jeans eronder. Die is ook van de Zara. Dit is de Boy Fit. En hij is eigenlijk te groot voor mij. Want ik heb een maat 38. Is eigenlijk wel echt groot. Vooral hier. Maar ik vind het op zich ook wel weer wat stoers hebben. Zeker met zo'n kort blazertje erop. Dus die doe ik lekker aan. En dan doe ik er hakjes onder aan. Ik moet alleen nog even een andere hak vinden. Want ik heb er maar één gevonden. En de andere ben ik even kwijt. En ik had ook echt mega mooie laarzen vandaag binnengekregen. Dat zijn namelijk deze van Bronx. En die wil ik eigenlijk ook heel graag meenemen. Want ik moet er ook een fotootje mee maken. Maar ik weet niet zo goed wat voor outfit ik ermee aan moet. Want ze zitten best wel strak. Dus ik wil eigenlijk iets wat er een beetje omheen valt. Anders heb ik van die worsten die eruit komen. Dat ziet er ook een beetje gek uit. Maar goed, oké. Ik ga heel eventjes spulletjes voor mijn koffer inpakken. En dan zie ik je zo dadelijk weer. Ik heb trouwens echt mega leuke nieuwe oorbelletjes. Ik heb er nu even een paar in. Oh. Deze vind ik echt heel leuk. Oh, net een sirene. Maar deze, die kan je dus ook eventueel hiernaast gewoon doen. Maar ik vond hem zo wel leuk. Daar heb ik er nu even één oorbel tussen. Misschien dat ik er nog even een ringetje bij doe. Maar die zijn dus hiervan bij lood. En dan ook deze ketting. En dan heb ik deze ook nog in een iets grotere versie. Maar die ligt al beneden, want die heb ik al omgehad. Die vind ik ook echt mega mooi. Maar deze is toch ook zo prachtig. Love it. Nou, goedemorgen. Dit is mijn 13e reden. Met de vepen. In de ding. We gaan zo meteen naar Milaan. We zijn nu op het vliegveld. En we gaan even ons make-up doen. Because we look like shit. Dit is namelijk niet. Ik denk dat ik nog even een laagje foundation nog op mag gooien. Want dit is echt voor niemand leuk. Ga je dat doen? Ja, kijk naar dit. Het regent het wel een beetje, dus ik hoop dat dat niet doortrekt. Maar we zijn in Milaan. Nou, jongens, we zijn er. Olivier. Ik begon gelijk te janken weer van die wind. Het is zo gezellig. Ja, ach. Nou, we gaan even zoeken naar eten, want we hebben geen honger. Oh nee, daar kun je cocktails drinken. Kijk uit. Oh ja. Wat is leuk. Oh, ik zit gewoon te janken als een gek hier ook. Zo erg. Nou, we zitten lekker. Prachtig mooi. Hier. We hebben pasta besteld. Dat gaan we zo eten. Dan gaan we naar de winkeltjes kijken. En die gewoon van haar moet vinden. Ik vind het leuk. Lekker make-up de ene guy van de Game of Thrones. Dat hebben we niet gezien. Hou ze hier, lieve Peerly. Met dit uitzicht. Nou, wat wil je nog meer, hè? Mijn liefde. Zoveel eigenlijk. Nou, mijn jongetje zou niet erg zijn. Nou, wij hebben lekker geshopt bij de Sephora. Allebei een concealer gekocht. Allebei een ander. Allebei een ander, ja. Oh.
En het is nu toch best wel warm eigenlijk. Jeetje, ik ben echt blij dat ik die trui niet heb aangedaan, want het is echt niet goed geworden. Oké, we zijn nu in best wel een mooi straatje. Het zit tegenover de Moncler. Dit is sowieso een mooie straat dit. Maar hier zijn we even een fotootje maken nu. Want Fleur moet een fotootje hebben. Dus dat gaan we even doen. Behind the shit. 28. Jezus, hey, wat een geld. Wij zitten even bij een top, heet het. De top. Het is echt top. Het is aan het einde van de zeg maar, wat duurdere winkelstraat. En ik wou dus eigenlijk heel graag mijn bandje veranderen. Want ik heb heel graag een nieuwe erom. En ik zag dus net die man binnen met een groen bandje. Echt een beetje de groen van Fleur haar tas. Dat vind ik ook wel dik, ja. Of ik wil een blauwe. Maar ja, er stond net, moesten we wachten buiten 10 tot 15 minuten. Ik dacht, ja, daar heb ik eigenlijk niet echt heel veel zin in. Nou, kan het even rustig? Nou. Dus dat gaan we niet doen. Nu, misschien daar. Oh, kijk, kijk, Fleur, Fleur, Fleur. Dus dat gaan we in ieder geval nu niet doen. Misschien dadelijk nog even. We gaan even snel wat drinken hier, want we hebben een beetje dorst gekregen. En dan gaan we dadelijk lekker eventjes naar het hotel toe. Gaan we eventjes de kamer in, even chillen en dan rustig klaarmaken om vanavond lekker ergens te eten. We weten nog niet wat we gaan doen met eten of waar we gaan eten, maar dat komt wel. Nee, ja, dat is vanaf het vliegveld natuurlijk. Oké, okay, jongens, we zitten weer in de taxi. Het is ook echt heel warm hier. We zitten weer in de taxi. Ik wou dus heel graag mijn bandje van Cartier wisselen, maar we kwamen daar en ze hadden helemaal geen bandjes meer. Dus dat kon niet. Dat was echt heel goed, we gaan nu naar het hotel weer toe. En dan even chillen. Ik moet echt even douchen. Denk. En dan oh, jeetje. Even kijken wat we met eten gaan doen. Oh, is dat een minuutje? Even kijken wat we met eten willen doen. Want we kunnen op zich wel erg eten, maar we kunnen ook lekker bij het hotel eten als we iets lekkers hebben. Dus dan gaan we eventjes bekijken. Dit is het mooie, mooie cultuurtje. Alright guys, we zijn in ons hotel. En de badkamer is best wel groot. Kijk, hier kom je. Zo. Dan is dit de hele badkamer. Och, zo mooi. Je hebt hier kledingdingen. Heb hier Fleur. En dan is dit gewoon zo. En dan hebben we hier lekker bedje. Heerly the fucking beerly. Overal waar jij maar vreet of drank ziet, gaat ze gelijk inspecteren. Ja, we moeten even alles natuurlijk goed op rijtje zetten. We hebben boek van het verhaal. Ik heb de kamer. We gaan roomservice naar de kut, die diefschoepje. Kim, ja. En we maken een stuk naar Fulet, maar dat was niet, dus we hebben dit gewoon. Dat was het. Ja. We kunnen pas vanaf 7:30 roomservice bestellen. Dus dat... Oh, dat is over nog een half uur. Huibek. Ja, echt. Het is al 7:05. Oh, maar kunnen we dan niet gewoon nog eens bellen en als we echt van we willen het dan en dan hebben? Ja, ik ga even kijken wat ik wil. Ja, maar we hebben gewoon een pizza. Pizza. Pizza en... Oh, dit ziet er wel lekker uit. Bruschetta. Dit is wel een beetje veel kaas. Ja, ik zag dat er ook kan naar te kijken. Maar hoeft het zeuren niet? Nee, het zal vast wel lekker zijn. Die deksel past niet eens op de pizza. Ja, lekker dan. We staan hier ook lekker in onze pizza. Dat zie je echt in die verspiegeling. Nou, we got a raw pizza. Ja, dit is nog geen succes. De pizza is nog niet helemaal goed. Dus meneer van het restaurant komt het even ophalen. Komt er best proef hier, nee. Hij zegt, ik ga er even naar kijken. Ik zeg, joh, kom jij lekker naar de pizza kijken. Oh, daar heb ik allemaal voor rare plek op mijn gezicht. Wat zegt hij van, ja, dat hoort zo. Het hoort zo, daarna, sorry, maar... Zeg ik dan met jullie net niet weer aan. Doen we nog maar 5 minuten extra niet over. Mm. Dit is niet goed, hoor. Goedemorgen. Zo. Het is vandaag donderdag en we zijn wakker. Het is nu 9:15 en wij gaan even lekker ontbijten. Dan gaan we na het ontbijt ons klaarmaken en dan hebben we om 12:00 de show waar wij naartoe gaan. Oh, ik moet nog een beetje wakker worden. Nou, ontbijten. Smik, smak, smikkel. Thank you.
Wij zijn helemaal klaargemaakt. Die radio zit achter elkaar. We zitten in onze outfits. En we gaan nu naar de plek waar die show is. En dan even wachten voordat het begint. Even misschien ergens een fietsje doen. Ik krijg enorme zwetende voeten in deze, dus ik glijd er de hele tijd uit. Dat is heel kut. In die hakken. Dat is echt heel kut. Oké, de show is klaar. Done. En nu zijn we echt 6 uur aan het wachten op een taxi. Want hij deed er 26 minuten over om hierheen te komen. Hij is er bijna. Ik heb maar even mijn ding uitgedaan, dus ik sta hier echt half mijn blote tieten. Mijn schoentjes zijn even uit, want ja, pijn. Maar we gaan nu ergens lunchen. Dat schijnt wel heel lekker en heel leuk te zijn. Dus ik hoop het. Ik hoop het ook. Anders dan... Anders gaat het ook lekker en dan gaan we daarna naar het hotel denk ik. Of even foto's maken. En dan daarna naar het hotel en dan naar het vliegveld. Want dan gaan we alweer naar huis toe. Dus ja. Maar ik vond het wel een leuke... Het was een leuke belevenis. Ja. En we hebben dus een heel lekker haarmasker meegekregen. Ja. Maar het is 500 milliliter, dus dat mag niet meenemen. Want het is te groot voor in onze handbagage, dus we mogen het niet meenemen. Kunnen we wel stiekem proberen. Ja, we kunnen het gaan proberen en desnoods moeten we het daar weggooien. Ja. Nou, wij zitten bij een restaurantje. Het heet Corso Como. Zo heet deze straat. Het is Corso Como 10 heet het gewoon. Gewoon letterlijk het huisnummer. Heel leuk. De Fleurs aan het struggelen met de bandjes. Want ik krijg ze er niet af. Ja. Kijk, dit als alleen die rust is op de. Ja, maar die oranje is zo achter. Ben, die is snap je? Ik heb die van mij er al afgekregen. En dit is echt mega cute, dit tentje. Mijn eten ziet er zo. Mijn eten lijkt echt op bar. Huh? Ik heb een risotto. Het ziet er echt uit als kots, maar het is wel lekker. Ja? Ik heb hapje genomen, ze brengen echt lekker. Dus, nou, iets smakelijk. Nou, oh, ik heb helemaal tegenlicht. Of mijn ding is vies, canapé. We zijn weer eventjes in ons hotel. En we hebben net eventjes spulletjes gepakt en zo. En ik heb altijd even een ander topje aangedaan. Wat gewoon iets stiller is van het vliegtuig. Doe ik er dadelijk nog lekker een trui overheen. En dan gaan we zo meteen... Over een kwartier, 20 minuten. Een beetje taxi bellen en die kant erop. Jezus. Ja, jongens, we zijn op het vliegveld. En we're going home. We're going home now. We're going home now. Ja, zit je met die achterlijke veeper erbij? Gadver. Vitamintjes, ja. Vleef zit allemaal vitamines, hartstikke super. Hier weer in. Is het nou zo druk of? Nee, het is klein vliegveld. Lekker. Nou. Nou jongens, ze zijn glad. Oh leuk ook, die plukjes die bij mij zo uitsteken. Ja, we zijn geland en we gaan nu naar de auto toe van Fleur de mama. Die komt ons ophalen. En dan lekker naar huis toe en dan slapen. Ik ga gelijk mijn bed in. Nou, ik heb wel lopen deze mensen zo breed. Het is inmiddels de volgende dag en ik ben weer lekker thuis. Het was echt een mega, mega vette ervaring. Ik heb er echt weer van genoten. Ik hoop het echt zo'n pakketje van mij komt en het was te laat. Maar er nu wel een pakketjesdienst door de deur staat. Volgens is die leuk. Nee, dat is zeker waar, hè? Dat bedoel ik. Nou, super, dankjewel. Werk je?
eventjes binnen. Goed, ik ga wel bij deze de vlog afsluiten. Want ik ga weer een nieuwe vlog openen. Omdat ik morgenochtend weer weg ga. Want ik ga namelijk naar Parijs toe. En daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Maar daar ga ik dus wel een aparte vlog van maken. Dus ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken naar het kijken van deze vlog. Ja, ik hoop dat jullie het sowieso leuk vinden dat ik weer een beetje ben gaan vloggen en dat soort dingen doe. Laat zeker ook eventjes in de reacties weten wat je nog op mijn kanaal wilt zien. Want ik ben ook van plan om weer wat lekker extra video's te maken. Dus laat even weten wat je wilt zien, met wie je wat wil zien. En dan kan ik dat allemaal gaan doen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie mijn volgende video weer te zien. Doei doei!